Bewoners van de Kapel en Vijversingel in Os zijn het er niet mee eens dat de gemeente het vrachtwagenverbod op de Kapelsingel heeft opgeheven. De bewoners hebben last van de vrachtauto's die door de schadewijk rijden. Nou, dan moet je denken aan het zware geluid van de motoren, het afremmen, het optrekken, het doorschakelen en het getril op de vloeren. Want het is heel zwaar transport wat er overheen komt. En daar hebben de mensen echt slapeloze nachten van. Scheuren in de muren, gewoon geen rust. Maar ook het gevoel van dat je niet rustig in je tuin kunt zitten en dat je het heel benauwd hebt. Om aandacht van de gemeente te krijgen, startte Nathalie Kaal een actie. Ik ben als eerste begonnen met alle bewoners gewoon van de huizen aan de Vijversingel, Kapelsingel, Grutto en Kieviet erbij te betrekken. Van jongens, wat vinden jullie daar nou van? Dus al die huishoudens, dat zijn inmiddels 105 woningen, daar hebben over de 100 mensen van getekend. En die steunen in elk geval dit initiatief. Kaal heeft de handtekeningen aan wethouder Reina de Bruin gegeven. Zij noemt de actie voorbarig. We nemen de laatste jaren heel veel maatregelen om de verkeersoverlast op de Kapelsingel en de Vijversingel terug te dringen. De realisatie van de N329 is er één van. Maar we zijn op dit moment ook nog met allerlei maatregelen bezig om die overlast terug te brengen. En ik vind het jammer dat de bewoners niet eens het gevolg van die maatregelen willen afwachten en nu weer met het vrachtwagenverbod komen. Wij spreken niet voor onze beurt, omdat de belofte van de N329 was dat het verkeer minder zou worden. Daar hebben we op gewacht. Het blijkt uit de praktijk dat het probleem niet is opgelost, alleen maar erger is geworden. Want zelfs de vrachtwagens rijden niet over de N329, maar draaien hier over de singels heen. Dus om te voorkomen dat we weer teleurgesteld moeten worden en we weer achteraf bezig zijn met dingen te wijzigen, hebben we nu gezegd, ho, stop, we gaan nu een actie beginnen. Volgens de Bruin zijn in een stad als Os verkeersproblemen niet te vermijden. Verkeer hoort natuurlijk bij een stad. Verkeer hoort gewoon bij dat we hier wonen in deze stad. En wij willen ook graag dat de boodschappen kunnen doen, dat de producten in de winkel liggen. Dus dat hoort er gewoon bij. En het enige wat wij kunnen doen is de situatie verbeteren ten opzichte van wat het was. Maar we kunnen die weg natuurlijk nooit daar weghalen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de Kapel en Vijversingel. Ik denk dat de bewoners hier genieten. Ze slapen hier weer, ze hebben hier rust. En dit zou een voorproefje kunnen zijn van hoe het er in de toekomst uit komt te zien. De gemeenteraad heeft het college van BMW gevraagd nog eens kritisch naar de plannen te kijken.